Het nieuws van Twente van vrijdag 16 november. Enschedeërs gaan zelf hun grondwaterstand meten. En een zilveren medaille voor Joy Beunen. Goedenavond. Voor de vier moorden van afgelopen dinsdag zijn op dezelfde dag al twee mannen aangehouden. Opmerkelijk, omdat de politie daar tijdens de persconferentie op woensdag niets over heeft gezegd. De mannen werden gearresteerd in de omgeving van Dordrecht. Eén van hen is inmiddels weer vrijgelaten. De andere verdachte, een 26-jarige Enschedeër, zit nog vast. Het is niet duidelijk welke rol hij speelde rondom de moorden. VDL heeft de overname van de vestiging van Siemens in Hengelo afgerond. De komende jaren voert Siemens productieopdrachten uit voor VDL. Hierdoor is Siemens gered van een sluiting. Maar wappert vanaf vandaag dus een nieuwe vlag aan de top van het industrieplein in Hengelo. 11 gezinnen in Enschede kunnen voortaan zelf hun grondwaterstand meten. Het gaat om een pilot bij huizen waar het hoge grondwaterpeil tot problemen leidt. De eerste peilbuizen gingen in oktober de grond in en vandaag werd bij familie Ter Horst de eerste sensor geplaatst, zodat de standen ook zijn te bekijken via de mobiele telefoon of via een tablet. In dit project brengen wij een aantal meetinstallaties bij huishoudens in de voortuin en gaan we het grondwater op hun eigen kavel meten. Iedereen krijgt nu in deze periode een sensor in de peilbuis geplaatst. En de volgende stap is dat we de mensen samen brengen en dat we samen met hen naar de data kijken, dus de resultaten van de eerste meetperiode. En dan heel sterk op huishoudniveau vaststellen van hey, maar zie je een patroon tussen dat wat de sensor meet in de voortuin wat betreft het grondwater en dat wat er aan overlast in de kelder of kruipruimte is. Dat was hem. Oh, vind ik wel leuk. Ik ben wel heel nieuwsgierig wat er uitkomt. Van metingen en zo. Meten van hoeveel grondwater je hebt. Dus dat lijkt me wel interessant. En was er een probleem bij u? Ja, een heel groot probleem. Dat probleem is, we hebben nu ondanks de droogte nog water hebben we ongeveer 60 liter nog in de week. Wat ik weghaal. En als we echt hoog water hebben, dan komt het uit de muren daar. Want het is hier gewoon, kunt u zien, helemaal bruin. Een soort roestwater, er zit ijzer in het grondwater. En daar kreeg die bruine aanslag ook van. We kunnen met name zien wat de hoogte van het grondwaterpeil is. En dan ook de hoogte van het grondwaterpeil ten opzichte van bijvoorbeeld de keldervloer. Zodat je duidelijk kan zien hoe hoog het water buiten staat. En of je dan nog een droge vloer hebt of niet. En bijvoorbeeld de buitentemperatuur. We gaan geen oplossingen bedenken. We gaan meten is weten. We gaan uiteindelijk inzichtelijk maken wat het grondwater doet op die ene individuele kavel. Want eigenlijk weten we dat niet. Een zilveren medaille voor de Bronse schaatsster Joy Beunen. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Japan werd ze tweede bij de ploegenachtervolging. Samen met haar ploeggenoten Irene Wüst en Lotte van Beek. Het vrouwenteam van Oranje liet alleen Japan voor zich. De Japanners vestigden met hun rit een baanrecord. Na 2 jaar van onderzoek en schrijven is het boek De Rusluie van Nicole Harmsen klaar. Het boek gaat over de inwoners van Frieseveen die in de 18e eeuw naar Sint-Petersburg trokken. De schrijfster presenteerde haar boek op een bijeenkomst van de historische kring Stad en Ambt. Hoe komt iemand ertoe om zo'n boek te schrijven? Ik wilde een mooi boek schrijven en het moest een historisch boek zijn, omdat ik belangstelling heb voor geschiedenis. En dit verhaal droeg ik al heel lang bij me en daarom heb ik dat gekozen. Ik heb er eigenlijk niet eens lang over nagedacht, ik wist het gewoon. Ja, aanvankelijk reisden ze via allerlei Hanzesteden, ook naar het zuiden trouwens, maar ook naar Vlaanderen, naar Duitsland en ze gingen zelfs naar Italië. Maar ze hoorden op een gegeven moment praten over die stad in het noorden van Rusland. Sint-Petersburg was net gesticht in 1703 door Peter de Grote. En ze begrepen ook uit alle verhalen dat alle buitenlanders welkom waren. Dus ze dachten, nou, we grijpen onze kans, we pakken de kleedwagen, alle spullen erin en we gaan. Het is vooral een roman, maar alle feiten kloppen. Ik heb de personages verzonnen, dus wat zij meemaken, dat hadden ze mee kunnen maken. Dat is wel geënt op bestaande verhalen, maar de feiten, hè, dus over de Bataafse, de Franse en de Russische revolutie, dat klopt allemaal. En dan nog het weerbericht. Na een koude nacht werd het vandaag met 10 graden en zon toch nog aangenaam. De komende nachten zijn ook koud met temperaturen rond het vriespunt. Overdag komt de temperatuur uit tussen de 6 en 8 graden.
Het wordt ook een koude intocht morgen, maar het is wel droog en de zon schijnt volop. Tot zover het nieuws, zometeen op 1 Twente. De ballenverstand, Twente Breed en Rock'n'Roll Circus. Ik wens u een heel fijn weekend.